kleine olifantje Sanook uit Artis is nog maar 5 dagen oud. Maar vandaag mocht ze al voor de allereerste keer buiten spelen. Zo lief. En daar wilden wij natuurlijk bij zijn. Maar we waren niet de enige. Wow. Moet je toch kijken. Heel Nederland is gekomen. Dat arme olifantje. Maar om 1 uur was het zover. De frisse lucht in onder begeleiding van mama en haar grote zus. En als het goed is, gaan we dat ook zien. Kijk hier, ach. Wauw. Het is zo klein, hè? Dat dit nog gebeurt daar gewoon. Ja, en weet je zo mooi, die olifanten die zorgen ontzettend voor hun kroost. Ze zijn ook 2 jaar zwanger of zo. Het is... Ja, die zijn 18 maanden zwanger volgens mij. Ja, je moet er niet aan denken. Nee, Jurgen, als ik zeg... Waarheen leidt de weg die we moeten... Die arme schat. Ja. Die is vandaag heen gegaan. Ja, Mieke Telkamp, het is toch een nummer dat iedereen kent gewoon. Het is, weet je, ze heeft, ik bedoel... ik denk dat van al de begrafenissen waar ik naartoe ben geweest... Mieke het vaakst heb gehoord. Ja. Vaker dan Marco Borsato, denk ik. Ja, ik denk dat dat nu wel... Dat het omslaat, hè? Dat is waar, ja. Maar ik weet wel dat ik heb begrepen dat zij het in ieder geval niet op haar begrafenis wil horen. Nee, nou, we hebben het over Mieke Telkamp. Ja. En ze is er niet meer. Ja, die Mieke. Nou, afgelopen juli liet ze al weten een teruggetrokken leven te willen leiden. Ze had gewoon geen zin meer in de drukte om zich heen. Maar we zullen haar niet snel vergeten. Nee.